Ja, hier is Fishy weer en welkom weer bij een hele nieuwe commentary. Op de achtergrond zien jullie gameplay van mij op Call of Duty Infinite Warfare, de map Frontier. En ik haal hier een best wel leuke score. Ik word in ieder geval MVP in een playing game. Hè. Het potje was al bezig. Het gaat best wel goed dus. Geniet lekker van de gameplay en kom je niet voor de gameplay, dan kom je waarschijnlijk voor de commentary. Dat is ook goed natuurlijk. Maar vergeet in ieder geval niet een like te geven op deze video. Vandaag ga ik het met jullie hebben namelijk over de livestream van morgen. Want morgen ga ik natuurlijk 20 uur livestreamen. En dat had ik al eerder aangekondigd. En mocht je dat nog niet weten, hierbij, morgen ga ik 20 uur livestreamen. Op YouTube in ieder geval vanaf 2 uur 's middags. Alleen, er zijn wat dingen veranderd qua planning. Dat zal ik zo meteen eventjes vertellen. Maar ik heb natuurlijk ook gasten. Farico, No Way, Farico Killer J. Die heette nu dan Killer J en No Way. NL. Delano komt, Gaming with Style, maar misschien ken je hem niet, maar hij maakt in ieder geval altijd de maandcompilaties voor mij. Erik, oftewel Mystic Blue. En Denzel komt, oftewel Denneden. En hij doet allemaal van die let's plays in ieder geval op YouTube. Hartstikke tof doet hij dat. En dat gaat hij dus ook doen in mijn stream. Ik had al eerder gezegd, normaal gesproken zou ik van 2 uur 's middags morgen tot en met maandagochtend 10 uur zou ik dan gaan livestreamen. Ja, het is nou eenmaal zo. De vrouwen die staan in de finale en dat is waarschijnlijk niemand ontgaan. Mij ook niet natuurlijk. In eerste instantie was het wel trouwens voor mij ontgaan dat ze zelfs een EK hadden. Maar uiteindelijk dus wel alles gevolgd natuurlijk. En nu staan ze ook nog in de finale. En natuurlijk precies onder mijn livestream. Dat gebeurt, hè, dat soort dingen. Hè. Daar kan ik niet rekening mee houden. Hè. Dat had ik nooit verwacht. Maar dat betekent wel dat ik mijn planning moet aanpassen. Want ja, ik vind het namelijk niet zo fijn om onder een EK-finale, hè, niet alleen gewoon de groepswedstrijd, nee, de finale, om dan te gaan livestreamen. Ik ga in ieder geval morgen nu livestreamen van 2 uur 's middags tot en met 4:30 's middags. En dan als het goed is, om 7 uur ga ik dan verder tot en met de volgende dag 12:30. En dat ligt er een beetje aan of er geen verlenging is, penalties. Ik denk dat het gewoon de beste oplossing is, want ja, ik denk dat gewoon heel veel kijkers dat jammer vinden als ik door ga streamen. En daarnaast willen wij allemaal, ook de mensen die hier komen, willen gewoon de finale zien. En we kunnen ook even rustig eten tussendoor, dus het komt allemaal wel een beetje goed uit in dat geval. Nou, wat ga ik allemaal doen? Want dat is natuurlijk ook wel fijn, want in een 20 uur livestream heb je best wel tijd natuurlijk om wel wat dingetjes te gaan doen. Nou, we gaan in eerste instantie gaan we GTA doen, dan gaan we s'avonds gaan we IW doen, we gaan FIFA doen, we gaan Black Ops 3 s'nachts doen, MW3 komt s'nachts, Fallout 4 singleplayer wordt gespeeld, voor mij Crash Bandicoot gaan we ook nog doen. We hebben 2 keer een half uur sessie van een Q&A, en dat kom je allemaal wel TZT te weten als je in de stream komt natuurlijk. We hebben een podcast van een uur, in ieder geval, we hebben heel veel leuke dingen. Wat we ook hebben, en dat is natuurlijk voor jullie waarschijnlijk wel heel erg belangrijk, zijn giveaways. En waarschijnlijk zie je het al, maar ja. Ik heb wel wat giveaways, zeg maar. En dat moet ik kwijt, zeg maar, aan jullie. En dat gaan we natuurlijk doen, continu in de stream, lekker giveaways weggeven. Ik ben ook jarig, want ik word 7 augustus word ik 37 en daarom ook deze stream eigenlijk. En ik wil gewoon even kijken of het gewoon goed aanslaat eigenlijk en of het heel erg leuk gaat. En dat, dat iedereen gewoon gezellig is, weet je, dat we gewoon gezelligheid hebben. Want dat willen we hebben op YouTube, jongens, met z'n allen. We willen gezelligheid hebben. En daarvoor is deze stream, om gewoon een hele gezellige avond en nacht te hebben, in ieder geval. Wat nog meer? Ja, er is weinig online gekomen de afgelopen tijd. Sorry daarvoor. Ik heb gewoon super druk gehad. Ook met dit onder andere en ook privé gewoon wat dingetjes. Goede dingetjes hoor. Dus niets ernstig. Er zijn geen ernstige dingen meer in mijn leven, gelukkig. Maar in ieder geval, dat moest gewoon even gedaan worden. En van de week ook weer gewoon normale planning. Vandaag nog wel een FIFA, want we hebben natuurlijk ook vanavond natuurlijk nog de Johan Cruijffschaal, waar ik ook wel heel veel zin in heb. En morgenochtend nog een Q&A. Dus ik zou zeggen, zet je wekker voor morgen.
2 uur. Mijn kanaal. Veel games. Veel giveaways. Nice work. En mijn verjaardag. S'nachts. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye. Later.